Ik ben Theo Kastrikum. Ik heb een restauratiebedrijf gevestigd in Winkel. Ik verkoop antieke auto's. En als klein jongetje was ik al gefascineerd door auto's zoals deze. Doordat ik het al zo lang doe, heb je over de hele wereld contacten. Eigenlijk een netwerk van allerlei vrienden, kennissen met wie ik regelmatig contact onderhoud. En als er iets leuks, iets interessants aangeboden wordt, waar ook ter wereld, dan word ik daar wel voor getipt. Het begint voor mij interessant te worden als er maar een beperkt aantal van gebouwd zijn. Dit is een Ford model A van 1929. Deze auto heb ik al zo'n 20 jaar in mijn bezit. Hij is nieuw gekocht door de dorpspastoor in het veld waar ik woon. In de tijd dat de pastoor met deze auto reed, zat er in plaats van de kwartel die we nu op de radiateur opzien, een Christoffelbeeldje. En er is nog een leuk verhaal over deze auto, dat de pastoor ooit eens met deze auto te water geraakt is. Toen verdween hij voor het grootste gedeelte onder water. En een van de weinige dingen wat nog boven water uitkwam, was het Christoffelbeeldje. Dit is een Ford truck van 1945. Deze auto's zijn in Canada gebouwd aan het eind van de oorlog om verscheept te worden naar Noord-Afrika. Die verscheping is nooit gebeurd, de oorlog was ten einde. En dit waren de eerste auto's die in Europa weer geleverd konden worden. Een Humber Superstype. Dit is eigenlijk een beetje jeugdsentiment. Mijn vader had er ooit een en jaren geleden kon ik deze kopen. En hij was zo opmerkelijk gaaf en hij zag er nog zo mooi uit. We hebben hem er toch maar bijgekocht. Maar het blijft een beetje een vreemde eend in de bijt. Hij past niet echt bij de rest van de auto's. De National is een hele bijzondere auto. Het is een merk wat vanaf 1900 tot 1924 heeft bestaan. Dit is een van de laatste Nationals gebouwd. En van het merk National zijn er wereldwijd nog 4 bekend. Vroeger was het zo dat om zo'n auto te bedienen moest de bestuurder een aantal dingen zelf doen. Onder andere het gasmengsel regelen en de ontstekingstijdstip regelen. De mensen die hier een auto komen kopen zijn over het algemeen verzamelaars, musea. Gewoon enthousiaste mensen die geld in zo'n auto kunnen steken en daar ook gewoon plezier aan kunnen beleven. Deze auto's zijn eenmaal niet voor woon-werkverkeer geschikt.